Ben je zelfstandig, dan is het belangrijk om je woning te beschermen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je gezin. Dat kan op verschillende manieren. Maar voor zelfstandigen zonder vennootschap is de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning een must. Met deze akte bescherm je gezinswoning tegen mogelijke schuldeisers. Elke zelfstandige kan een verklaring van onbeslagbaarheid voor zijn woning aanvragen. Ook vrije beroepers en bestuurders van vennootschappen kunnen dit doen. Idem voor zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die na hun pensioen nog actief zouden zijn. Enkel de beroepsschulden van zelfstandigen vallen onder de bescherming, dus niet je privéschulden. Bovendien moet het gaan om schulden gemaakt na de registratie van de verklaring. Tegen oude schulden kan je je niet beschermen. Nee, enkel je hoofdverblijfplaats wordt beschermd. Dus dat is de plaats waar je met je gezin gewoonlijk leeft en je voornaamste belangen hebt. Gebruik je de woning ook beroepsmatig, dan zal gekeken moeten worden welk deel van de woning je voor je beroep gebruikt. De onbeslagbaarheid zal voor gans de woning gelden indien minder dan 30% voor je beroep wordt gebruikt. Van zodra je boven die 30% zit, zal de onbeslagbaarheid slechts gelden voor het privégedeelte van de woning. Wil je ook andere goederen beschermen? Spreek er dan over met je notaris. Afhankelijk van je wensen en je familiale situatie kan de notaris je bijvoorbeeld adviseren om een vennootschap op te richten.